Kapitein en voorin moet het trio Hayashi, Okazaki en Bruno voor de doelpunten zorgen. Jean-Sébastien Legault. Goeie bal hoor. En hij vindt het hoofd van Marius Mwandilmaji. Wie breekt het open? Verre inworp met Power. Kopbal is er. Ja, van Boyan. Dan is er toch de overtreding op Dietsch. De Kramer laat verder voetballen en dan is daar de goal. Gianni Bruno pikt hem op en zet SCVV op 1-0. De armen wijd bij zowel Guillaume Dietsch als Jean-Sébastien Legault. Op dit beeld kunnen wij al eens een oordeel proberen te vellen. Geen buitenspel, want Boas blijven hangen. Het schot van Bruno gekeerd door Dietsch. Die dat goed had gelezen. Het was Sambu die het buitenspel ophief. Hier kan wat in zitten hoor. Kijk naar de vrijstaande Hayashi. En nu dan met Bruno. Nee, van de lijn gekeerd. Van de lijn gekeerd. Gianni Bruno met de 2-0 aan de voet. Voilà. We vroegen opschudding, we kregen het ook. Hayashi helemaal vrij. Maar Dietsch ertussen en in de herneming. Bruno, ja, daar zou hij toch voorbij moeten kunnen. Maar die hebben ze nog niet echt in stelling kunnen brengen vanavond. Integendeel, daar is STVV met Konaté. Goed schot. Maar ook de goede parade van Dietsch. In tweede instantie moet Chibwabwa keren met de kop. Nog een kwartiertje. Steve Mvoué is al even passé. Nu misschien de 2-0. Nee. Voorbij Bruno en voorbij Hayashi. Nu dan Bruno. Wel met de 2-0. Het is voorbij de boeken toe. Bruno met nummer 14. En een tweeklapper voor de man uit Rocourt. De levenslijn. Het uiteraard al eerder moeten afmaken. Gianni Bruno kreeg in de tweede helft twee enorm grote mogelijkheden om Serin de doodsteek te geven. Liet dat na. Maar doet dit dan heel erg goed. De assist van zijn spitsbroer Hayashi. Een eerste voorzet van Reitz uiteraard. Naar de andere flank, Hashioka. Naar zijn landgenoot. Serin bengelt nu echt wel. Op en over de afgrond. Nog een klein duwtje nodig, maar wat een goal dit. Wat een aansluitingstreffer van Serin. En van Marius Mwandilmaji. Dus al zijn, die heeft maar één moment nodig. Kijken ook dat dit geen buitenspel is. Nee, dat is het niet. En dan vanuit een heel erg scherpe hoek. Vol overtuiging genomen en in de winkelhaak. Mooie goal van Mwandilmaji. Boati. Met Bruno bij zich. Die geeft nog mee tot bij Okazaki. De Japaner kan hem binnenhouden. STVV op zoek naar de 3-1. Daar dan? Nee. Dietsch ertussen. Dietsch steeds, wanneer het moet, naar voren voor Serin. Nog 30 seconden. Nog eens kijken naar die herhaling. Ik stel voor dat we toch 1 op 15. En dat doet het. Dat doet het nu. STVV wint met het kleinste verschil in eigen huis van Serin. Eindelijk nog eens een thuisoverwinning.